Een lange stoet van praalwagens en tienduizenden mensen langs de kant. Zo ziet carnaval in Zwager tegenwoordig uit. Om te kunnen verklaren waarom dit feest zo leeft, gaan we de geschiedenis in. Dit is een hele belangrijke plek voor het dorp Zwaag. Ja, zeker weet ik. In 1975 werd dit gemeentehuis van Zwaag overbodig. Het dorp werd onderdeel van de gemeente Horen, tot onvrede van de inwoners. Die lieten dit met carnaval blijken. De optocht groeide massaal en werd een soort protestmars. En daar werd niks geschuwd, hè? Want er was ook wel eens een creatie bij meegereden als een doodskist. Zoals Zwaag dan begraven werd, als het ware, in de doodskist. Dus het ging dus echt op het randje af en toe van de humor. En dat vonden die Zwagers prachtig. We noemen dat in West-Friesland Jenny. En daar benen we goed in. En dat was zelf gewoon volksvermaak voor Zwaag. En een auto met een grote draak, met een bek erin. Met een grote auto erin, met horenslok de Zwaag op. En al die dingen meer om echt Zwaag te promoten. Daarom heet het ook geen Oeteldonk of daar een aanverwant van, maar heet het gewoon Zwaag. Zodat iedereen dat weet en ook de gemeente Horen. Het is net een beetje als de Galliërs met Asterix en Obelix. Een kleine commune die één keer per jaar zijn vuisten laat zien met creatief gedoe. En dat is echt gewoon top om dat mee te maken hier in het dorp. De haat ging zelfs zo ver dat plaatsbordjes met gemeente Horen erop werden gesloopt. Maar met carnaval werd de woede op een creatieve manier geuit. Een Zwaagse melkkoe, want we hadden die boeren, veel veeboeren in Zwaag. En met een vee, en toen werd zijn koe uitgebeeld en die werd de horen uitgemolken. Was dat een beetje de stemming die heerste in het dorp? Ja, zeker. Zeer zeker. En toen werd dat zo uitgebreid en door mond-op-mond reclame kwam er alle jaren meer volk. Op een gegeven moment was het 40.000, 50.000 man. En alles was gratis, hè? Dat is voor een West-Fries ook niet onbelangrijk. Halverwege de jaren 80 ebden de protesten weg en werden er weer gewone carnavalswagens gebouwd. Maar een traditie was geboren. Voor carnaval moet je in Zwaag zijn. En het lijkt wel een virus. De kinderen, of die kinderen, jongelui, die dus nu bouwen, die hebben het van hun vader en hun moeders overgenomen, want die bouwden 15 jaar terug. En dan zie je nu terugkomen. Mijn zoon zat er voorheen ook in die carnavalsgroepen. En nu zitten mijn kleinkinderen erin. Dus eigenlijk moeten jullie de gemeente Horen bedanken. Nou ja, in feite wel dat wij dus die concurrentiestrijd aangingen. Dat wel. Maar dat is wel vanzelf. Je moet wel tegengas hebben om iets te bereiken. Ja, want zonder strijd geen victorie. Dankzij Horen is het dus jaarlijks genieten geblazen in Zwaag. Prachtige creaties komen langs en allemaal hebben ze iets gemeen. Piepschuim. Maar hoe maak je nou van een stuk piepschuim een pop? Geen idee hoeveel we doen. Nee, ik heb geen idee, maar ik ga het wel proberen. Gelukkig is er de Jeugdraad van Zwaag. Zij organiseren een cursus maskers maken voor beginners. Onder leiding van Carlo Besseling. Als decorbouwer weet hij als geen ander hoe je piepschuim omtovert in iets fraais. Stap 1 is tekenen. Je probeert wat je wilt maken zo goed mogelijk op het blok piepschuim te tekenen. En vanuit daar ga je verder. Stap 2 is zagen. De lijnen die we net op het blok getekend hebben, die gaan we nu uitzagen. En daar gebruiken we dan een schokzaag voor. Nee, nu weer een masker zetten, dat is helemaal fout weer. Stap 3, dat is met de staalborstel. Met de staalborstel probeer je, ja, wat je net hebt uitgezaagd, mooier te evolueren. Want ik heb het nog nooit gedaan, dus ik dacht dat het veel moeilijker zou zijn, maar het gaat prima. Stap 4 is de afwerking. Het blok moet geschuurd worden, dat doen we met schuurpapier en dan maak je het super glad. En als het oppervlakte dan echt glad is, dan kan je het eerst klaar om het papier maché. Ja, ik ben er heel tevreden over. Het is mijn eerste keer. Volgende week duiken we in de kosten van een carnavalswagen. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot dan